Puur live televisie. Een programma als het leven zelf. Vaak verrassend, een enkele keer teleurstellend. Dan weer boeiend. Maar in ieder geval rechtstreeks en live. Dat is de Tros TV Show. Hier is Ivo. Goedenavond, hartelijk welkom. Mag ik even aan u voorstellen? Een secretaris van een fabrikantenvereniging. Een huisarts. Een hoogleraar in de sociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Een kaakchirurg. Een dierenarts. Een apotheker. En een bedrijfspsycholoog. En niet zomaar één, een bedrijfspsycholoog van het leger. Ik wist niet dat ze die daar nodig hadden. Denkt u, dat wordt een loodzwaar begin. Maar ik moet u zeggen, het tegendeel is waar. Daarom ook hebben zij hun rode vestjes aan. En dat zal u straks duidelijk worden. Meneer Hooghiemstra, u bent secretaris van een fabrikantenvereniging. Wat doet u precies? Wij geven voorlichting aan bedrijven. En ik zal u daar iets van laten zien, dan is het duidelijker. Onder andere op het gebied van de calculatie. Kijk, ik zal u de oercalculatie laten zien. Die gaat met drie streepjes. 1, 2, 3. Toen hadden ze nog geen elektronische apparatuur natuurlijk. 3 aan deze kant. En ik zet... ook 3 aan die andere kant. Hè? Kijk, nou is het heel simpel. 3 aan deze kant en 3 aan deze kant. Nou was dit in het begin al niet zo mooi. Hè? Nou is het gekke, als hij hier weg is, is hij daar ook weg. Debet en credit moet altijd gelijk zijn. Kijk, ik begin even opnieuw. Als het moeilijk is, met 3 aan deze kant en 3 aan die kant. Want ik ben hier toch de hele avond. Kijk, als hij hier weg is, is hij daar ook weg. Hè? Nou heeft krijt geen massa. Hè? De massa heeft ook geen krijt, hoor. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar kijk, je kunt zo verschuiven. Aan die kant ook natuurlijk. Want anders gaat de calculatie niet op. Hè? Dit is de oercalculatie. Kijk, nou is hij hier weg, is hij daar ook weg. Hè? Nou gaan we even 2 opnieuw nemen. Want ik merk aan u dat het niet helemaal overkomt. 2 aan die kant en 2 aan die kant. Als ik hem nog hier weg doe. Hè? Kijk, dan is hij hier aan deze kant. En hier zit hij hier nou. Maar nou heeft krijt geen massa. En dan moet je het dus kunnen verschuiven. Zie je wel? Nou is het helemaal weg. Nou, dat is duidelijk. Dat is dus de oercalculatie. En dat wil ik even laten zien. Meneer Drost, u was huisarts in Arnhem. Ja. Is dat ook een vak wat met magie te maken heeft? Jazeker. Ik behoor namelijk tot de wetenschappelijke sectie. En ik heb een inventie gedaan, namelijk de magische thermometer. En ik zal u eventjes demonstreren. Ik hou deze thermometer bij de patiënt. En dan registreert hij het verloop van de temperatuur. Kijk, dat begint met verhoging. Dan lichte koorts. Dan hoge koorts. En dan wordt het alarmerend. Hier moet ingegrepen worden, hier moet een therapie gebracht worden. En dan meestal geven mijn collega's een antibiotica of penicilline. Wij magiërs doen het alternatief. En u ziet, dit is mijn magische therapie. Ja, ja. En u wilt het niet geloven, meneer, dramatisch zakt de temperatuur. Voici. Professor Dr. Van den Berg, u bent hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. U draagt dus kennis over aan studenten. Hebben die talent? Sommigen wel. En de bedoeling is dat die talenten goed ontwikkeld worden. Talenten ontwikkelen, dat is de grote taak van de universiteit. Kijk, een talent, dat kan dit zijn. Kapitaal. Wat je natuurlijk nooit moet doen, daar zijn wij op tegen. Dat is dat we dat talent verbergen in wat dan wij noemen een zweedoek. Dat moet nooit. Waarom niet? Omdat een talent in een zweedoek, dat levert geen rente op. John, jij bent wetenschappelijke sectie. Wil jij even dit talent goed vasthouden? En dan met de andere hand, die is leeg, hè? Juist. Hier dit goed vasthouden. Kijk, nou is de bedoeling dat ik toch rente bijschrijf op dit kapitaal. Ik denk dat dat wel mogelijk is, als dit de rente is. En ik hou hem hierboven en ik tel tot 3. Dan schrijven we de rente dus bij na 3 jaar. He, dat is toch netjes. Ik tel tot 3, dan laat jij dat los en dat hou je vast. Daar gaat-ie hoor. 1, 2, 3. Maak eens open. Ik lach me kapot, zeg. Kijk, het kapitaal en de rente is bijgeschreven. IJzersterk. U ziet het al een beetje aan zijn brede kaken. Dit is dokter Dikker, hij is kaakchirurg.
25 gulden eigen bijdrage sinds kort voor de specialist. Maar voor de kaakchirurg is dat maar 20 gulden, heb ik begrepen. Heeft u een goede methode voor ons ontwikkeld om dat af te rekenen? Ja, want dat is natuurlijk een enorme chaos waar we allemaal een beetje bedeesd van zijn. Terwijl de oplossing zo eenvoudig en zo doeltreffend zou kunnen zijn. De staatssecretaris hoeft maar aan iedere verwijzer, huisarts, tandarts, maakt niet uit, een blanco verwijzersboekje te geven. Dat kan de kosten niet opjagen. En een afdrukplaatje, dit is model voor de kaakchirurgie met een tientje daarop. En dan kan de verwijzer op zijn gemak en in alle rust voor al zijn patiënten een verwijskaart uitgeven. En op die manier zal iedereen tevreden zijn, denk ik. Prachtig. U bent dierenarts, dokter Winkel. Welke dieren helpt u zoal? Kleine huisdieren, honden. Dus als uw loopschijtproblemen over zijn van uw hond, dan hoor ik het wel. U kijkt elke week, begrijp ik. Heel graag zelf. Heerlijk, dank u. Maar ook kleine huisdieren zoals kanaries, konijnen, cavia's en dergelijke. Ja. En volièrevogels, heb ik begrepen. Ja, vandaag nog eentje gehad. Een kanarie die met een ring zat waar het poot was afgeklemd. Ja. En dat, ja, mensen hebben ook wel eens... Heel toevallig heb ik hem aan. Het is ongelooflijk, hè? Ja. Sterk geproduceerd. Die klemmen niet zo erg als bij een kanarie. Nee. Maar hoe krijg je nou eraf? Nou, daarvoor kan ik het beste mijn sleuteltros nemen. En even met één tikkie. En dan heb je hem verwijderd. Met uw ring. Sta ik er met mijn neus bovenop. En ik moet u zeggen, volgens mij zag ik het. Maar dat gaan we niet doorvertellen natuurlijk. Nee, dat is waarschijnlijk niet mogelijk om te zien. U wilt hem waarschijnlijk terug hebben, dan zal ik hem moeten losschroeven, want anders krijg ik hem er niet af. En dan wordt helemaal losgeschroefd en dan kan ik hem op deze manier weer terugbrengen. Alsjeblieft. Fantastisch, u mag hem houden. Dank u wel. Voorlaatste in deze wonderlijke rij. Ik heb zelden zoveel van dit soort beroepen bij elkaar gehad. U bent apotheker. Moet inleveren, hè? Hoe gaat dat? U moet aan deze inleveren, heb ik begrepen. Hoe komt dat geld bij Dees terecht? Heeft u daar een oplossing voor? Daar heb ik een oplossing voor. En wij noemen dat de kick van Dick. En dat gaat als volgt. U ziet hier het geld wat in de gezondheidszorg bezig is. En nu laat ik een aantal werkers zien in die gezondheidszorg. Ja, het is toch even anders, hè? Als dat live even voor televisie moet. Precies, precies. Dit zijn een aantal werkers in de gezondheidszorg. Hier zit Den Haag en Den Haag heeft geld nodig. Wat zegt Dick? Klik. En u ziet, de huisartsen hebben ingeleverd. Maar dat is niet genoeg. Nee. Dus wat zegt Dick? Klik. En u ziet, de specialisten hebben ook ingeleverd. En zoals gezegd, de apothekers zijn de laatste groep die op dit moment aan de beurt zijn. Dus Dick zegt klik. En u ziet, de apothekers hebben ook ingeleverd. En alles is bij Dick terechtgekomen. Dick Dees, prachtig. Tot slot, de bedrijfspsycholoog. Sorry. De bedrijfspsycholoog uit militaire dienst. Wat? Oh. Maar zouden mensen het wel gezien hebben? Het is zo perfect. Kan u nog een keer of niet? Jazeker. Ja? Het valt mij nu namelijk pas op. Ja. Nog één keer. We doen net of we hem niet gezien hebben. Ja. Praat u rustig. Ah, schitterend. Ik mag op zijn zacht zeggen dat dit een vrij wonderlijk clubje is. Het is de oudste bestaande goochelvereniging in Nederland. 65 jaar, hands down heet hij. Als je die beroepen zo bij elkaar ziet, wel een tamelijk elitair clubje of niet? Niet elitair, maar wel selectief. Dat wel. En zijn jullie nou amateurs of niet? Wij zijn part-time professionals. Ja, zo'n soort antwoord had ik op dit niveau natuurlijk kunnen verwachten. Het clubje heet hands down. Is dat het omgekeerde van hands up of is dat te simpel gedacht? Nee, het hands down om twee redenen. In de eerste plaats, het wekt bevreemding. U vraagt er ook al naar, waarom hands down? Het is een puzzel, dat hoort bij het goochelen. En in de tweede plaats, als tegenwicht tegen hands up, wat je machteloos tegenover je omgeving doet staan, hands down geeft je de gelegenheid om je omgeving te beheersen. Goed, zij bereiden zich voor op het Wereldgoochelconcours in Den Haag. Dat wordt één keer in de drie jaar gehouden, heb ik begrepen. Gaan daar een aantal van deze mensen aan meedoen? Al deze mensen zullen als congressist daarbij zijn. Het zijn een paar van de 2000 goochelaars die uit de hele wereld komen. En ik ben al president van de Wereldorganisatie en organiseer dan dit grandioze festijn. Fantastisch. Nou, ik moet zeggen, als u in uw vak net zo goed bent als in uw hobby, dan zit het op veel terreinen wel goed. Dank u wel.
En glimmen met z'n allen, zag u het? Mooie rode vestjes, heerlijk. Op haar 8e ging ze al saxofoon spelen. Dat was niet zo'n wonder, want haar vader is de beroemde jazz-saxofonist Hans Dulfer. Zij pakte op een dag die saxofoon en eigenlijk kwam er meteen al een goede toon uit. Pa stuurde haar daarna zo snel mogelijk naar de fanfare in Broek in Waterland en daar leerde ze echt het vak. Afgelopen zaterdag stond ze in Paradiso en ik ben daar zelf een keer gaan kijken. Je weet niet wat je ziet. Het was bomvol daar en je hoort een muziek die ongekend is. Vooral voor de jeugd. Zij speelt saxofoon. Ik ben ervan overtuigd dat ze internationaal gaat doorbreken. Zeker met deze groep, haar nieuwe groep, Funky Stuff. Het nummer heet Thankful and Thoughtful. Hier is ze, 18 jaar oud, Candy Dulfer. We'll be right back.
Candy Dulfer en Funky Stuff. We zitten wat vroeger en dat blijft nu zo, dat is op heel veel verzoek. Ook de komende weken zijn we rond 9:30, 9:45. En dan zitten we iedere week, dat zeg ik nog maar even, na een uniek stuk Nederlandse televisie wat er aan staat te komen. Nederlands drama, 13 weken lang de televisieserie Medisch Centrum West bij de TROS. Dus die dinsdagen kunt u vast vanaf nu aankruisen. Op de kop af, 35 jaar geleden, beleefde ons land de watersnoodramp. Een noordwester storm met de kracht van een orkaan teisterde onze kust. Op 400 plaatsen ongeveer braken de dijken door onder het geweld van de zee. Het was namelijk tegelijkertijd ook nog springvloed. De watersnoodramp is voor heel veel mensen langzamerhand een paar regels uit het geschiedenisboek geworden. Maar honderden mensen in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant leven nog dagelijks met de gevolgen van die watersnoodramp. Geen wonder als je, zoals in veel gevallen gebeurt, in één klap voor je ogen vaak je hele familie de strijd met het water ziet verliezen. Je kan je eigenlijk nauwelijks een voorstelling maken van hoe verschrikkelijk dat was. Ik was zelf toen ook nog heel klein en ik herinner dat ik thuis zat. Een hele grote ouderwetse radio. Ik draaide en het enige wat ik aan mijn vader kon vragen is: is het weer oorlog? Want dat was een woord wat ik ongeveer begreep. En zo beleefde Nederland het ook. Het leek net weer oorlog. We hadden in die tijd nog geen televisie. Dus pas een paar dagen na de ramp drong die eigenlijk in zijn totale omvang werkelijk tot iedereen door. Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed, bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Overal werden grote stukken van de duinreep weggeslagen en bouwwerken verwoest. Van de veestapel kon vooral in de getroffen gebieden van Zeeland maar weinig worden gered. Tientallen dorpen werden overstroomd en van de buitenwereld afgesloten, hetgeen de hulpverlening vooral in de eerste dagen aanzienlijk bemoeilijkte. Juist op het ogenblik dat ons land zich zo goed mogelijk hersteld had van de grote schade die het in de oorlog op vele punten had geleden, heeft de natuur in al haar hevigheid van vele gedeelten van ons land opnieuw een ruïne gemaakt. Toen wij hier tegen het vallen van de avond arriveerden, waren de bewoners bezig om nog iets van hun huisraad in veiligheid te brengen. In dit stadje werden 4 mensen het slachtoffer van de watersnood. De duizenden kadavers van verdronken vee die een ernstig gevaar opleveren voor de volksgezondheid worden waar dat mogelijk is reeds verwijderd. Vele plaatsen hebben in deze dagen in ons land en in de wereld een trieste bekendheid gekregen. Dit is Oude Tongen op Overflakkee, waar 300 mensen in de golven omkwamen. Maar ook andere dorpen werden zwaar getroffen, zoals op Schouwen-Duiveland, het dorpje Ouwerkerk. Bijna 100 van de 500 inwoners kwamen daar om het leven. De Noordzee, zeiden we toen, was veranderd in een Moordzee. Meer dan 1850 mensen verloren het leven. Een van de mensen uit Ouwerkerk die het wel overleefde, eenvoudig omdat het er niet was, is meneer Bolijn. Meneer Bolijn, hartelijk welkom. U heeft geluk gehad dat het er niet was, maar ook uw moeder heeft die ramp overleefd. En het leek ons toch goed om eens aan u te vragen, hoe is dat nou precies gegaan? Want het is een bijzonder verhaal, begrijp ik. Ja, dat is zeker, meneer. Even een bijzonder verhaal. Het is, wij woonden dus ongeveer 600-700 meter van de dijkdoorbraak vandaan, van de buitendijk. Daar woonden 21 mensen in 9 huisjes. En daar zijn er 20 van verdronken. En is alleen mijn moeder van overgebleven. Die heeft ze dus allemaal zien verdrinken. Maar het eigenlijk zo begon, als je dus dan ziet, waarom zijn die mensen niet weggegaan? Nou, we woonden in een huisje wat toen nog met bedsteden was. De bedstee ligt ongeveer 60 centimeter boven het vloeroppervlak. Onder die bedstee was toen de kelder. En buiten van de kelder vandaan zaten roosteren in de muur. En daar hoorden ze water door het onder de kelder lopen. Nou, dat weet jij niet, maar daar werd ze wakker van. Toen wisten ze nog niet wat of erop deed. Mijn broer, die was nog, alleen mijn jongste broer, was toen alleen thuis met haar. En die is ze gaan roepen. En toen zei alleen maar eens komen, dan hoor ik allemaal water in de kelder lopen. Wat kan het wezen? Toen was het licht nog, of het elektrisch licht brandde nog. En toen is ze dus gekeken. Ja, er staat boven, buiten ook allemaal water. Toen is hij naar de buren gegaan en gevraagd. Moet maar eens even naar de buren gaan vragen wat of er nou eigenlijk op doet en wat over hun doen. Dus ja, de buren. Toen kwam even nadien terug. Ja, moet trek wat eten naar boven brengen, water naar boven brengen. En ja, dat hebben ze ook gedaan. En toen zijn ze begonnen om zover mogelijk spullen naar boven alles te brengen. Naar boven, wat naar je dus nog weg kon doen. Eerst in de bed. Ze hebben zelf de kachel nog in de bed gezet. Die nog maar nieuw was en nou ja, fijn, alles wat je naar boven kon doen, de gordijnen nog op de roeren gehangen, bovenop, alles wat naar... Dus dat ze niet meer kon, dat water al zo ver in de vloer stond, dat ze naar boven moesten. Dus toen
naar boven toe. En toen werd het ondertussen licht, want het was 's nachts om 3:00 of 4:00 dat die dijk doorgebroken is. Toen zijn ze dus, en toen dat licht was, konden ze pas uiteindelijk zien wat of er eigenlijk gebeurd was. En toen stond inmiddels het manshoog het water al in de kamer, dus toen zagen ze ook allemaal. En toen had je dus boven op de zolder, aan weerskant van de zolder, heb je zo'n raam. Hè, dat waren van die trap van die zadelhuizen. Daar is toen het... Dan konden ze dan doorheen kijken en dan zagen ze natuurlijk wat of er gebeurde. Nou, tot dan, s'morgens ging het water helemaal niet weg. Er dreef al van alles, allerlei wrakhout kwam er toen al geregeld vandoor. Maar waarom heeft uw moeder het nou gered? Omdat ze op die zolder kon gaan zitten? Ja, ze zijn allemaal, alle buren die fijn op die zolder gaan zitten, want dat deden ze allemaal. Toen zijn ze ook gaan op de zolder. Nou, tot op een gegeven moment, toen was het s'morgens nog maar 1:00 of 8:00 dat het dan een beetje licht was om februari, om deze tijd. Hè. Dus toen zijn ze daar zo, maar toen ondertussen ging het water weer komen. En dat is maar blijven komen, totdat ze op een gegeven moment het water... En dan had je dus een val, noemden wij dat, dus die klep die de zolder dicht maakte. En dan hadden ze dus ook nog zakken opgetast en alles. Maar dat het water maar niet op de zolder zou komen. Maar toen ging het water helemaal ook op de zolder komen. En toen was het al dat er dan toen al huizen weggespoeld waren. Ja. Want die zolder die gaat van dat huis afgelicht worden en dan gaat het erin. Maar ik ben zo benieuwd naar hoe het goed afgelopen is. Hoe is het er nou uiteindelijk uitgekomen? Dus op een gegeven moment zijn die huizen, die zolder zakt in, dat dak slaat plat. Eerst zijn ze dus door dat zolderraam zijn ze nog naar boven geklimd op dat dak. En toen van het dak, daar hebben ze dus op gezeten. Ze hebben die andere mensen ook allemaal weg zien drijven en zo. En toen zijn ze dus, bij ons vlakbij stond zo'n A-paal, zo'n elektrische paal met zo'n dwarsbalkje erin. Daar zijn ze tegenaan gedreven met dat vlot. En daar zijn ze ingestaan. Toen zei mijn broer, laten we daarin gestaan, want die andere mensen verdrinken allemaal. En daar zijn ze uiteindelijk blijven hangen. In die paal zijn ze eerst gaan zitten en dat toen water steeds maar hoger. Toen zijn ze gaan staan. Maar het was toen inmiddels 1:00 of 4:00 smiddags geworden. En toen werd het allemaal weer donkerder. Dus ze hebben daar bijna een dag gehangen? Meer dan een dag. Mijn broer is er toen, hebben ontzettend geroepen van alles is er tegenaan gespoeld tegen die paal. Dus elke keer dan was weer... En toen, samen hebben ze in die paal gedaan tot hij op een gegeven moment... s'nachts eruit gevallen is. Uw broer? En mijn broer. Dus gewoon dus tussen de armen vandaan weggeslept. Ze heeft hem voor de ogen zien verdrinken, dat is logisch natuurlijk. En toen zou je de neiging hebben als moeder om achterop te springen. Dat heeft ze niet gedaan? Dat heeft ze niet gedaan, omdat zij de woorden nog van mijn broer kon herinneren. Dat hij zei, moe, wat zullen de jongens blij zijn als wij gered zijn. Ja. We hebben nu inmiddels 8 miljard gulden uitgegeven om Zeeland veilig te maken. Zoals vannacht, hè, dan gaat het dus behoorlijk tekeer weer. Voelde zich dan veilig? Ach, wat is veilig? Kijk, veilig, dat weet je nooit wat er veilig is. Dat is natuurlijk een kwestie van... we gaan er gewoon mee leren leven, maar je gaat er ook geregeld kijken nog. Vele mensen zijn nu, omdat het weer ook zo stormt, gaan ze dus automatisch kijken. Ze kijken ook gelijk na wanneer het hoog water is en wanneer het springtij is, bij wijze van spreken. Typisch is het altijd juist om deze tijd veel slecht weer. Het is nu weer storm, ook weer in februari. Gelukkig hebben we een zuidwestenwind in plaats van een noordwestenwind. Anders had onherroepelijk de dijken weer een kwetsbaar punt. Het blijft in je hoofd zitten dus, ook na 35 jaar. Ja. Want we zijn er geweest in Zeeland en wat ons opviel, het is iets waar zelden over gesproken wordt. Heel veel mensen zeiden... Ik wil er niet eens over praten. Een vrouw zei, mijn man heeft het zelfs nooit tegen mij willen zeggen. Leeft het nog zo sterk onder de mensen uit die tijd? Je kan het vergelijken met hetzelfde syndroom als dat de mensen hebben die de oorlog meegemaakt hebben. Bijvoorbeeld concentratiekampen of wat. Mijn moeder met deze dagen, dan heeft ze daar helemaal, zie je dat allemaal weer voor gebeurd. En al die mensen die dus dat gezien en gebeurd hebben. Ik bedoel, maar dan gaat dat weer als een film, draait dat gewoon weer terug en... beleef je dat opnieuw gewoon helemaal. Daarom kunnen zulke mensen er ook heel moeilijk over praten. Alleen onder elkaar en dan in familiekring. En dan komt het automatisch komt het weer wel eens een keer te praten. U heeft uw verhaal prachtig verteld. Dank u wel, meneer Boelijn. In de lucht boven het verdronken land vlogen hulp- en verkenningsvliegtuigen zonder ophouden rond. Uit deze machines werden vaak de aanwijzingen gegeven die de reddingsploegen nodig hadden om tijdig op kritieke punten te komen. De ernst van de ramp deed zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard besluiten zijn verblijf in de Verenigde Staten af te breken en naar Nederland terug te keren. Hij vloog boven plaatsen waar helikopters bezig waren mensen in veiligheid te brengen die daar soms 2 of 3 dagen op kleine drooggebleven gedeelten hadden gebivakkeerd. Woorden schieten tekort om het drama dat zich aan deze streek voltrokken heeft te beschrijven. Een van die zwaarst gestroppen dorpjes was ook Oude Tongen. Alleen al daar verdronken 311 mensen. En een van die inwoners van Oude Tongen die de ramp overleefde is hier. Meneer Buijs, hoe oud was u tijdens die watersnoodramp?
Ik was toen 17 jaar. U woonde vlak bij de dijk. Ja. U heeft ook het moment gezien waarop die dijk doorbrak. Hoe was dat? Is dat te beschrijven? Ja, wij waren om 3:45 s'nachts gewaarschuwd voor het kritieke hoge water. We zijn dus naar buiten gegaan, vader en ik. En toen we achter de schuur kwamen, toen zagen we op een afstand van 500 meter die dijk doorbreken en die muur van bulderend geraas op ons afstormen. We zijn toen omgekeerd, teruggelopen. Vader is in huis gegaan om moeder te wekken en de kinderen verder. Ik ben nog naar de buren gelopen, die een goede 100 meter van ons vandaan woonden. Kon u die waarschuwen? Dat heb ik geprobeerd. Toen ik daar aankwam, dat huisje stond veel lager als onze boerderij. Dat erf lag namelijk ongeveer een meter hoger. Toen stond er al meer als een meter water. Ik schat van 1,5 meter water al tegen het huisje. Ik moest daar op een afstand van pakweg 10 tot 15 meter vandaan blijven. Ik heb geroepen, maar ik heb geen contact gekregen. Niet dat ik weet. Het was zo'n bulderend leven van die storm. Maar ik zag dat water stijgen, dus ik moest terug. En ik ben dus tot meer als kniehoogte door het water nog gemoeten om in huis te komen. En toen zijn we dus naar het zolder gegaan. Ja. Zijn die buren gered uiteindelijk? Heeft u ze toch nog kunnen bereiken? Nee, vader die heeft nog geprobeerd met geweerschoten de aandacht te trekken van die mensen. Door tegen de ramen bijvoorbeeld te schieten? Nou, niet tegen de ramen, maar wel proberen tegen dat dak. Ja. Maar die mensen zijn dus helaas allemaal verdronken, omdat vlak voor dat huisje brak de binnendijk door. En zij kwamen dus in een geweldige stroomversnelling te zitten. En het hele huisje was tot op de fundering weg. Ja. De mensen zijn wel wakker geweest. Want toen ze later gevonden zijn, waren ze aangekleed. Een hele goede kennis van u, die eigenlijk vanavond hier zou komen, meneer Van Wijk. Ja. We mogen het daar best even over hebben. Daar zijn we geweest. Die had een verhaal, die heeft zijn 7 kinderen en zijn vrouw in 1 seconde voor zijn ogen dood zien gaan. Die wilde dat dolgraag komen vertellen. Heeft er een paar dagen mee geleefd en belde toch vanmiddag op en zei: ik kan het niet. Nee. Dat is heel begrijpelijk, denk ik. Ja. U kunt het wel omdat het goed is afgelopen? Ja, bij ons is niemand verdronken. Want op maandag, toen het eb was, toen konden we dus deels tot ons middel en wat borsthoogte door het water de schuur bereiken. En daar hebben we uit die schuur balken gehaald. En daar hebben we een soort vlot van gemaakt. Dat vlot hebben we naar dat afgebrokkelde stukje huis wat er nog stond. Ongeveer een derde van die woning. Ja. Hebben we dus een oude linnenkast van de zolder op dat vlot gelegd. En daar zijn dus mijn broer en mijn zusjes, die waren allemaal nog erg klein, in die kast gezet met mijn moeder, die meer als 7 maanden zwanger was. Want op 1 april is mijn jongste zusje geboren. En u bent uiteindelijk gered. Hoe bent u gered? Toen hebben we dat vlot. Hebben we dus vader en ik samen weer diep door het water, tot ongeveer deze hoogte, hebben we naar een stukje dijk wat nog over was gebracht. En daar hebben we alles weer op dat stukje dijk gezet. En we hebben geprobeerd de aandacht te trekken, want we zagen toen al een helikopter vliegen rond het dorp. En we hebben dus met een stuk laken dat we aan een stok gebonden hadden, hebben we dus geprobeerd de aandacht te trekken. En dat is gelukt. Het is gelukt. U bent gered door een helikopter. Nou, hebben we iets heel bijzonders voor u. U weet wel dat hij hier is, maar de Nederlandse helikopterpiloot die u gered heeft destijds, heeft u nog nooit gezien. Nee. En hij is hier. Meneer Itsterda, gaat u zitten. Hoeveel helikopters had Nederland eigenlijk in die tijd? Want mensen waren dat niet zo vertrouwd mee, neem ik aan. Nee, dat is wel begrijpelijk. We hadden er maar 1. Het was 1 helikopter en daar vloog u op. Had hij een naam, die helikopter? Ja, die heette Jezebel. Was daar een reden voor? Ja, daar was een hele goede reden voor. Want deze helikopter, zeker in die tijd, die had nog wel kuren. En wij beschouwden dat als een wispelturige, slechte vrouw. En u weet wie Jezebel was uit de Bijbel. Dat is ook een wispelturige slechte vrouw. Dus wij noemden haar Jezebel. Ja. Welke reddingspoging staat u nou nog het meeste bij? Bijvoorbeeld uw eerste reddingspoging. Kunt u zich die nog herinneren?
Ja, heel duidelijk. Want het beroerde was dat de eerste mensen die we bereikten, die wilden helemaal niet mee. En dat kon me best voorstellen, want het is geen grapje onder een helikopter te hangen. Vooral als je niet weet wat het is. De mensen hebben nooit een helikopter gezien. Dus de eerste paar die weigeren, en de eerste die ik eruit gehaald heb, weet ik nog. Dat was een meisje van een jaar of 18, schat ik. En die wilde wel mee. En daarna hebben we nog een paar eruit gehaald. Toen helaas, toen begaf de lier het. Want ik zei dat, Jason had altijd iets mee aan de hand. Ja. Maar toen de volgende dag, toen ging het wat vlotter. Toen waren de mensen ook zo uitgeput dat ze, denk ik, makkelijker over hun We hadden geen televisie en mensen zagen opeens een helikopter. Dat moet ook heel vreemd geweest zijn. Ja. Je zal je dat niet maar zo aan overgeven. Gebeurde het ook dat mensen dachten, wat is dat voor een raar ding? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel, want omdat ik al zei, de eerste dag waren er verschillende bij die het veiliger vonden op hun dak dan in die helikopter. Ja. Wat is het grootste risico dat u heeft moeten nemen? Och, dat was wel één geval van een oud dametje op een stuk dijk, wat ik me van herinner. En die was helemaal geïsoleerd, dus daar kwam, weet ik nog steeds niet. Want je had natuurlijk geen tijd om mensen te praten, net zo goed als wij ooit hebben tijd gehad te praten. Maar daar stond ze ineens, midden in het water. En dan was het de normale gang van zaken, dat we er dus boven gingen hangen. Als je niet kon landen, dat konden ze meestal niet. En dan lieten we aan een lier, lieten we een lus hangen. Dat is dit apparaat hier. Ja. En dan was de bedoeling dus dat dat slachtoffer dan die lus om zich heen deed. En dan hees we hem aan boord en dan bracht we hem naar de dichtstbijzijnde droge plekje. Want we hadden wel in de gaten dat het bijna onbegonnen werk was. Er waren zoveel mensen te redden dat met die ene helikopter moest je het zo snel en zo efficiënt mogelijk doen. Dus je moest de mensen droog afzetten. Enfin, dus we lieten die lus zakken. Maar of ze nou niet wist hoe het moest of ze dorst niet, maar het lukte al gewoon niet. Dus ze zei mijn helper die achterin zat, die zei van je moet nog een beetje lager komen, dan kan ik het wisten gebaren. Maar er groeiden boompjes op die dijk. Ze moest tussen die bomen door? Werken, ja. Nou, dat kon niet. Dus nee. Toen heb ik de toppen van die boompjes eraf gehakt. Met de hefschroef? Grote. Maar dan was het, dat waren hele dunne boompjes, hoor. Maar in ieder geval, het was toch wel griezelig. Want je weet natuurlijk nooit precies hoeveel zo'n rotor kan hebben. Dus, en dan moest natuurlijk alsmaar lager. Je zag die boompjes alsmaar lager worden. En tot mijn grote schrik sprong mijn helper eruit. Wat dat helemaal niet de bedoeling was. Want voor in de helikopter kon je niet zien wat er achter onder je gebeurde. Dus ik was echt gedwongen toen te landen. Ik ben dus toen geland. U kijkt naar hem alsof u hem al jaren kent, valt me op. Nee. Nee. Ik heb hem nog nooit gezien. Nee. Slotvraag aan u. Als het nu stormt, hè, hoe voelt u zich dan? Toch wel veilig. Ja. Die dijken zijn zoveel verbeterd met die delta waar ik in. Ja, ik voel me veilig. Absoluut. U beiden, zeer bedankt voor uw komst. En u had geloof ik nog bloemen voor uw redder. Ja. Dank u wel. Meneer Pizarga. Dat bosje bloemen aanbieden. Dank u zeer. Alsjeblieft. Dank u wel. Prachtig. Het was een tijd van grote eensgezindheid in ons land, zoals blijkt uit twee fragmenten uit die jaren waarin prins Bernhard en toen koningin Juliana hun gevoelens onder woorden brachten. Dat is geloof ik wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt. De prachtige stemming van de mensen daar en de wil om te werken. En aan de andere kant is bij hun weer, overal voel je de grote dankbaarheid tegenover het hele Nederlandse volk dat deze keer getoond heeft hoe het met hun medeleeft. De doorbraak van de dijken riep daartegenin een springvloed op van medeleven met elkander. De eendracht uit de oorlogstijd was plotseling weer paraat. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die even over dit onderwerp willen doorpraten, omdat ze er zelf mee te maken hebben gehad. Daarvoor is een telefoonnummer van de Stichting Correlatie 030-331-335. En dat kunt u tot 1 uur vannacht bellen. Hij was de motor, de tekstschrijver en een van de leden van de zeer succesvolle cabaretgroep Purper. Dit seizoen besloot hij dat hij het maar eens alleen wilde gaan doen. En zo trekt hij dus nu het land door met een heel bijzonder theaterprogramma dat aanstaande vrijdag zijn officiële première beleeft. Dus het zijn voor hem in zijn uppie hele spannende dagen. Het programma heet Haaien Solo en de solist heet Haaien van der Heijden. Is dat niet opeens heel eenzaam nadat je jaren met zo'n groep door het land hebt getrokken?
Nou, het is voor de voorstelling vind ik het wel lekker rustig. Na de voorstelling vind ik het fijn, want dan krijg ik alle aandacht. Maar in de pauze vind ik het, zit ik in mijn eentje in zo'n kleedkamer. En dan hoor ik al mensen koffie drinken. En dan denk ik, ja, gezellig is het daar. En ik zit en ik rook een sigaretje en ik rook er nog. En ik denk, ik zou iets minder moeten roken. Nee, alleen in de pauze. Er zit van alles in. Lachen, muziek en ook veel liefde valt mij op. Nou, dat is het belangrijkste onderwerp wat er is. Hè. Ik zal daar misschien iets van doen. Een klein gedichtje. Zoals ik de slager en de bakker had, zo had ik mijn vriendinnen. Bij de een haalde ik dit, bij de ander weer dat. Maar nu heb ik jou en ik heb het bij elkaar geharkt. Je bent mijn supermarkt. Soms had ik moeite om je te volgen toen ik in de zaal zat. Vooral als je een verhaal aan een kind aan het vertellen bent. Hoe liep dat ook weer? Ja, dat is de Colisee Pandotij Bevotterbeer. Moet ik dat vertellen? Dat is een stukje misschien. Heel knorpig op zijn ukjes lag de Colisee Pandotij Bevotterbeer te flurpen in het zonnetje. Het was een doorleupige dag en zoals alle Colisee Pandotij Bevotterberen was onze Colisee Pandotij Bevotterbeer dol op doorleupige dagen. Frettig één oog toegeknorpt blikte hij over de zonderige gralen terwijl hij buitelig een vliegjootje afnepte. Oh, pardon. Nou, ik kreeg hem al terug van je. Goed verhaal, heel spannend. Ja. Jij hebt ook een gast in het programma, hè? Een hele bijzondere gast. Ja, twee gasten, maar één heb ik er meegenomen en die zit hier. Dat is een kindje. Prachtig. Ben je wakker? Kom maar. Ben je al weer wakker geworden? Kom maar. Zo. Ik zwaai maar even. Ja, kom, zo. Suja, suja. Slaap, kindje, slaap. Egocentrisch beest, tiran, het is toch wel genoeg geweest, hè? Ja. Wat hebben we gespeeld, gebald, gestift, gekleurd, gekleid, dat jij nog huilt en zeurt, dat is te veel, het is tijd. Mijn liefste lieveling, oh jee. Mijn liefste strontfabriek. Nee, dit had ik niet voorzien. Kom maar even liggen, hè. Oh, wat haat ik het kindje toch. De hele dag heb ik gewacht op dit moment dat jij gaat slapen de nacht. Want oh, dan wordt mijn kindje moe, mijn beul. Pap, pap, pap. En doet zijn zoete oogjes toe en slaapt. Ja, en slaapt. Ja. En slaapt. Stil maar, zoet maar. Alles komt goed, de hemel en de aarde, later neem ik heus wel wraak, ja, als hulpeloos bejaarde, elke dag bellen, verhalen vertellen, klagen over pijn in mijn been. Zure van, ik ben toch zo alleen. Oh, wat zal dat zalig zijn, hè? Oh, wat zal dat zalig zijn, ja! Oh, wat zal dat heerlijk zijn, ja! Bling, blong, bling, bling! Rien de R., de kampbewaarder uit het strafkamp Erika in Ommen, is vrijgesproken. U heeft dat in alle kranten kunnen lezen. Een bericht dat behoorlijk veel verontwaardiging teweegbracht. Immers, eindelijk was de beul van Ommen, zoals hij al genoemd werd, voor de rechter gebracht. En nu volgde er dus vrijspraak. Martin Welling is korpschef bij de politie in Monster. En hij is een dorpsgenoot van de R. En hij heeft er 12 jaar voor geknokt om die de R voor de rechter te krijgen. 12 jaar geleden namelijk ging hij op zoek naar het vermiste dossier van die Nederlandse Oberkampo. Want dat was hij. Hij verzamelde in stilte alle gegevens
en het bewijsmateriaal tegen de R. Als we teruggaan, meneer Welling, naar 12 jaar geleden. Het is eigenlijk niet gebruikelijk dat een politieman een in de doofpot geraakte zaak weer op eigen houtje gaat oprakelen. Waarom heeft u zich 12 jaar zo vastgebeten in die zaak van de R? Omdat ik vind dat de rechtvaardigheid gebiedt dat je dit soort zaken, dat je die aanpakt. En zeker wat dat betreft is er natuurlijk helemaal geen politie-sippo. Ik ben zelf in mijn jeugd, daar grijp je toch op terug, ik ben 40 in Rotterdam geboren. Ik heb toch nog herinneringen van die flarden van herinneringen, vaak heel emotioneel. Over het wegvoeren van mijn vader bijvoorbeeld. En ook weer zijn terugkeer, gelukkig. En, uw vader had ook in een concentratiekamp gezeten? Nou, die is afgevoerd met de mannen van Rotterdam. Ik meen tussen de zoveel en 35 jaar, zoiets. En ik kan me herinneren dat ik op een portiek wat moest halen bij de buren. En dat er een NSB'er langskwam, die kenden wij, die woonde in de straat. En dat hij zei, joh, laat je vader eens naar buiten komen. Hij moet opschieten, zeg maar even. En ja, je snapte het half, maar je gaf het door. Het was toch wel emotioneel. Ja. Wanneer hoorde u nou voor het eerst verhalen over kampbewaarder de R? Dat was in 75. Toen was ik pas in Monster, kwam terug van vakantie. En toen was hij kennelijk verschenen op de begrafenis van zijn moeder. Daarover was een tip geweest bij de recherche. En ik hoorde dus gesprekken over de Beul van Ommen. En toen raakte ik wel aangeroerd. Ja. Maar in 69 was die zaak al geseponeerd. Waarom dook u er toch in? De zaak was niet geseponeerd. Maar de signalering was landelijk in dit soort zaken ingetrokken. Van zaken waar men niets meer in zag. U heeft daar jarenlang zitten spitten naar gegevens. U heeft die uiteindelijk boven water gekregen. Het was een soort eenmansactie, zo mag ik het toch zeggen. In stilte. U wilde het zo weinig mogelijk bekendheid geven ook. Wanneer is hij uiteindelijk opgepakt? Hij is vorig jaar opgepakt aan de grenspost Denenkamp. En hij stond toen inmiddels, door wat ik gedaan heb, gesignaleerd. Ja. Hij kon worden aangehouden. Toen zei u, eindelijk gerechtigheid. Ja. Hoe voelde zich nu vandaag, na de vrijspraak? Dan moet ik een beetje splitsen. Wanneer ik het als politieman bekijk, dan weet je, en daar praten wij in het korps vaak over, omdat we het daar wel eens moeilijk mee hebben, dan moet je afstand nemen. Je doet je werk, je levert af. En dan moet je dus niet kijken naar strafmaat en dat soort zaken. En ook niet naar vrijspraak. Nee. Dat is vaak op juridische gronden. Maar als Welling zelf? Als de mens Welling, met toch veel Joodse vrienden en Indonesische vrienden die in de kampen daar hebben gezeten, moet ik zeggen, vind ik het toch wel heel, heel erg voor de slachtoffers. Ik heb ooit in de krant gelezen dat u zei, dat oppakken beschouwde ik destijds als een soort persoonlijke triomf, toch? Het was toch een beetje mijn werk, mag u in alle bescheidenheid best zeggen. Is het nu een beetje een persoonlijke nederlaag? Nee, het is geen persoonlijke nederlaag. Ik denk dat wat van belang is, dat is dat er een rechtszaak is geweest. Dat is uiteindelijk ook openbaar. Men kan zien, ook de slachtoffers van die kampen, dat er recht gedaan is. En dat was een hele moeilijke juridische zaak. Ik denk dat het effect geen triomf hoeft te zijn van degene die vrijspraak heeft gekregen. En dus ook geen nederlaag voor mij. Nee. Of voor wie, welke politieman dan ook. Nou is in dat proces alsmaar gezegd, ja maar, hij was ook zelf slachtoffer. Is dat voor u een bevredigende reden? Voor mij niet. Als mens zeker niet. Hij is bij mijn weten is hij wel een keer aangepakt toen hij iets gedaan had waar medegevangenen voor verlinkt hebben. En daarna denk ik toch, en wat ik ook gehoord heb van mensen die me dan opbellen, dat hij misschien wel rancuneuze gevoelens heeft gehad. Maar ja, in een zaak heeft een verdachte het recht en een advocaat ook om alles aan te wenden. Nou bent u met zoveel getuigen op de proppen gekomen, hè? Allemaal mensen die wat konden vertellen. Waarom is het dan toch uiteindelijk tot vrijspraak gekomen? Dat is wat iedereen zich afvraagt. Daar zit juridisch, zitten daar problemen in met de verjaring. En ik moet zeggen dat eigenlijk pas beleid is ontstaan in 78. En in 71 is dan gedeeltelijk verjaring gekomen. Ook gedeeltelijk opengehouden voor de zware zaken, de zwaarste zaken. Maar dit is toch een zware zaak? Het is een hele zware zaak, ja. En toch die vrijspraak? Dat is op de gronden van, ik meen dat de kneep ligt in het al of niet in de vreemde dienst geweest zijn. Ja. Als hij een Duitse uniform aangehad had, dan was de kans groter geweest. Hè? Als hij maar in Duitse dienst geweest was. Maar dat is natuurlijk toch krankzinnige situatie. Ja. Dat als iemand alleen maar in Duitse dienst iets gedaan heeft, dat hij dan wel strafbaar is. En nu heeft hij hetzelfde gedaan, zonder het uniform, en is dus niet strafbaar. Daar komt het gechargeerd iets op neer. Daar komt het op neer. Dat uniform overigens, er is een foto die ook in de publicaties is geweest uit dat kamp. En daar heeft hij een uniform gedragen. En dat uniform, ja, ik denk dat een van de zaken is waaruit je kan afleiden of die wel of niet in de vreemde overheidsdienst is geweest. Ja.
Slotvraag. Hij heeft eerst bekend, zijn misdrijven toegegeven. Heeft die bekentenis weer ingetrokken naderhand. Als hij nou die misdrijven had toegegeven en hij was toch om allerlei juridische redenen vrijgesproken, had u dan een minder grote kater gehad dan u nu toch ongetwijfeld moet hebben? Nee. Ik vind zelf dat in het spel van verdedigen en dat je... Ja, men wendt dan allerlei middelen aan. En de bekentenis bij een politieman, collega's van de Rijksrecherche hebben het onderzoek gehad. Hele klus. Die bekentenis is nog niet onder ede. Dus pas voor de rechter, rechtercommissaris, dan zou iemand onder ede kunnen worden gesteld. Ja. Is het boek voor u dicht nu? Voor mij als politieman is de zaak helemaal gedaan. Zonder meer. Tenzij er dus nog cassatie wordt aangetekend. Maar het blijft in uw hoofd zitten? Als mens moet je ook proberen toch afstand te nemen. Dat geldt ook en dat is heel moeilijk voor de slachtoffers. 12 jaar werk in de prullenbak? Nee. Er is recht gedaan, er is een rechtszaak geweest. En daarmee was voor mij eigenlijk, toen ik mijn zaak gedaan had, was voor mij de zaak af. Daarmee heb ik mee begonnen eigenlijk ook. En dan moet je afstand nemen. Dank u wel. Ja. Tien over de krant, 10 snelle vragen gaan over ditzelfde onderwerp. Want er is heel veel over geschreven en toch zijn er heel veel juist juridische vragen opengebleven. De beschuldigingen zijn verjaard, is onder andere gezegd. Is dat nou zo? Had justitie dat dan niet van tevoren vast kunnen bedenken? In 10 over de krant hebben we de officier van justitie die destijds de R weer op de lijst van oorlogsmisdadigers plaatste, nadat hij daar al van afgevoerd was. Hij is speciaal belast met de vervolging van oorlogsmisdadigers en hij is hier meester Brilman. Had justitie van tevoren niet kunnen weten dat dit de afloop zou zijn, vrijspraak? Nou, het is natuurlijk in het algemeen zo dat je als officier van justitie geen zaak naar de rechter brengt als je verwacht dat een vrijspraak zal worden. En het was in deze zaak zo dat wij ons ervan bewust waren dat er aanzienlijke bewijsrisico's aan vastzaten. Ja. Heel veel in de krant hebben gelezen over de anti-verjaringswet van 1971. Wat houdt die anti-verjaringswet nou precies in? Dat houdt in dat in 1971 de vervolgingsverjaring, dus de mogelijkheid om nog te vervolgen voor oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de mensheid, werd opgeheven. En dat zijn dus ook de delicten geworden waarvoor de R terecht heeft gestaan. De oorlogsmisdrijven, CQ, misdrijven tegen de mensheid. En dan in die vorm dat ging om min of meer systematisch gepleegde mishandelingen van medegevangenen. De R is nu alweer terug naar Duitsland, naar zijn boerderij. Is hij nu buiten bereik van de Nederlandse justitie? Ja, zo kan je dat zeggen. Zijn er vergelijkbare gevallen in het verleden geweest? Er is een zaak geweest in 1983 die daar nogal op deze zaak lijkt. Ook van een kapo, maar in een Duits kamp. En dat is ook een vrijspraak geworden. Ja. Wat zijn nou toch de overwegingen om een dergelijke zaak weer voor het gerecht te halen. Voor veel mensen blijft het altijd uiterst pijnlijk. Zeker in deze situatie waarin het toch weer tot vrijspraak is gekomen. Wordt er wel een afweging gemaakt van, moeten we het de mensen wel aandoen of niet? Ja, natuurlijk. Die afweging wordt gemaakt. Moet je dat ongeveer zo voorstellen dat er een ernstige verdenking is op een gegeven moment tegen iemand. Dan kan je 2 dingen doen. Je kan als officier van justitie zeggen van, nou, ik doe hier niks meer mee. Ik seponeer hem, leg hem in de onderste la van mijn bureau. De andere mogelijkheid is dat je zegt, nou, deze zaak is zo ernstig dat ik het echt nodig vind om naar de rechter te brengen, de rechter daar een oordeel te laten uitspreken. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is wat u noemt, de kwestie van wat roep je nog allemaal op als je zo'n zaak weer opnieuw gaat beginnen. En dat is die belangenafweging, dat is een uiterst moeilijke en hachelijke zaak. En daar wordt natuurlijk van tevoren heel erg over nagedacht. Ja. Nou waren er in deze zaak, en dat is iets wat mij het meest verbaasd heeft, 10 getuigen. En uiteindelijk werd er gezegd, er was maar 1 getuige van juridische waarde. Waarom is dat? Er was 1 getuige, voor zover ik het als waarnemer op die zittingsdag heb kunnen bekijken, die een zeer belastende verklaring aflegde. De andere verklaringen die gingen lang zover niet. En dan wordt het bewijs rechtelijk een moeilijke aangelegenheid, denk ik. Ja, het geheugen begint langzaam natuurlijk ook een rol te spelen, ja, want zeker. We praten over... Dik 40 jaar geleden. Ja. De wet zegt, 1 getuige is geen getuige. Wat houdt dat in? Nou, dat
dat er altijd andere bewijsmiddelen bij moeten komen. Hè. Dus zo'n één verklaring is niet genoeg. Er moeten meer verklaringen bij komen. Of er moeten bijvoorbeeld schriftelijk bewijsdocumenten overgelegd kunnen worden. In deze zaak was dat, moest het eigenlijk vooral van getuigenverklaring hebben met alle risico's van dien. Ja, als we nou deze zaak bekijken, hè, betekent dat dat we alle mogelijke verdere vervolging van oorlogsmisdadigers kunnen vergeten. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft vanochtend al gezegd, 20 van de lijst kunnen nu weg, want het wordt toch niks meer. Ja, nou, dat is niet zo. Er is op die lijst telt ongeveer 40 namen. Een heel groot deel ervan, dus laten we zeggen ongeveer 35 namen, betreft mensen die al eerder veroordeeld zijn. Bij verstek, dus buiten hun aanwezigheid. Dat als die mensen op Nederlands grondgebied worden aangetroffen, dan kunnen ze regelrecht gevangenis in, zou je kunnen zeggen. Ja. Er hoeft geen nieuw proces voor gevoerd te worden. En voor ongeveer 5 of 6 mensen zou dus nog wel een nieuw proces nodig zijn. Ja. Voorlaatste vraag. Als een Nederlander in tijd van oorlog een Duits uniform aantrekt, is hij dan in dienst van de Duitse staat en dus strafbaar? Ja, dan heeft hij dienst genomen bij de vijand. En dat is strafbaar volgens het wetboek van strafrecht. Want daar draaide het in wezen om. In deze zaak ging het er vooral om dat hij dus als gevangene dus mishandelingen had gepleegd. Dus in een andere situatie natuurlijk dan als vrije man die de keuze heeft gemaakt om in vreemde krijgsdienst te gaan. Ja, hij heeft zijn eerder gedane bekentenissen ingetrokken. Als hij dat niet gedaan had, was hij dan wel veroordeeld? Dat onttrekt zich enigszins aan mijn waarneming. Het is in het algemeen zo dat je hoeft als verdachte geen verklaring af te leggen om toch veroordeeld te kunnen worden. Slotvraag, is cassatie dus gaan nu naar de Hoge Raad? Hè? Is dat nog zinvol, denkt u? Dat weet ik niet. Dat is een vraag die in Den Haag beslist moet worden. Dank u zeer. Tot slot, als iedere week, de professional en de amateur. En de professional is wel een hele bijzondere professional. Hij is een van de allerbeste drummers die ons land ooit gehad heeft. Henny Huisman. Ja, als je hand in je zak houdt, kan ik je geen hand geven natuurlijk. Lucifer, daar heb je bij gedrumd vroeger. Heel lang of niet? Een jaar of 8. Ja? Ja, dat is wel heel lang. Maar ook heel lang geleden. Je hoort ook precies wanneer ik gestopt ben. Ja, gaan we straks horen. 6 miljoen mensen hebben er gekeken vrijdag. 80 waardering. Wat mij opviel op Teletext vandaag was dat de uitslag, wat een soort apart programma was, had nog 2 punten meer waardering. Die was 82. Ja, de mensen zijn het er blijkbaar toch mee eens dat de goeie gewonnen heeft. Ja. Dat is heel belangrijk om te zeggen, denk ik. Nou is het zo dat er is een enquête geweest onlangs van bureau Lagendijk. En dat ging, wie is de meest bewonderde televisiepresentator van Nederland? En Ron Brandsteder is 1. En tot mijn grote verbazing zijn jij en ik ex aequo 2. Wat hebben wij niet wat Ron wel heeft? Ja, alles eigenlijk. Hè? Ik weet niet of je een spiegel hebt thuis. Ja. Ik heb er wel 1. En niet te ver gaan. Dan is het nog een wonder dat wij 2 zijn geworden, vind je? Ja. Nou zag ik na afloop, slotvraag aan jou, dat je iets nieuws gaat doen, hè? De surprise shows. En dacht ik, dat moet die nooit doen, hier kom je nooit meer overheen. Mag ik het je nu nog 1 keer afraden? Nee, dat mag je zeker niet. Kijk, je doet net of de Selma Show stopt. Dat blijft er gewoon bij doen. Ik heb van de KRO de kans om nog een extra programma erbij te doen. En de surprise show, want zo heet dat. Ja, honeymoon quiz, hè? Ja. Ja. Komt allemaal uit Aalsmeer. Ja, daarom, yes. Ja. Joop van de Ende. Ja. En het is dus zo dat ik de kans heb om nog een programma erbij te doen. Naast het succes van de mini-playback show en de Selma Show, hoop ik dat er nog een heel leuk programma bij komt. Ja. En wat wordt het dan precies? Het is voornamelijk een programma waarin de mensen op een originele manier elkaar moeten verrassen. Dus als er iemand thuis zit te kijken, nu op dit moment zal het erg aardig zijn. Ik zal het postbusnummer straks even noemen. Het gaat namelijk om verrassingen voor mensen, voor andere mensen te bedenken. Dus voor de medemensen, dus niet voor jezelf, maar op een leuke manier voor anderen die het verdienen. Oké. Als het net zo goed wordt als de Soundmix Show, wordt het 1600, 1200 BP in Hilversum, KRO. Ja. Dat leren ze allemaal bij Joop. Ga nu gauw achter je drumstel zitten, want we zijn heel benieuwd hoe het klinkt. Hij begeleidt de amateur van deze week, misschien wel de amateur van het jaar. Vraag is of hij nog heel lang amateur blijft. Daarom moest het dan maar meteen deze week, want hij wordt vast straks professional. Als John Denver waarschijnlijk. Wij zijn er weer volgende week, begeleid door de unieke Henny Huisman, die niet alleen achter hem staat, maar nu ook voor 1 keer achter hem zit, is hier Jos van der Brom. Tot volgende week.
All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking. It's early morn. The taxi's waiting. He's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could hide. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Aanstaande vrijdag om 7:10 maakt...